Goeiedag en welkom bij een nieuwe aflevering van Q-Time. Je weet, onze Suripop special, waarin we elke keer weer een andere componist aan het woord laten over hun inzending. Vandaag is mijn gast Hilkia Lopman en zij heeft het nummer ingestuurd, Tampresi. We gaan met Hilkia een babbeltje maken over haar nummer, Tampresi, want ik weet dat ze helemaal trots en vol goede moed is voor haar nummer. Hilkia, welkom erbij. Dank je wel, Odette. Oké, gefeliciteerd alvast voor het behalen van de Suripop finale. Yes. Was het de eerste keer dat je hebt meegedaan? Ja, de eerste keer. Gelijk raak. Ja, ik heb hier eerder iemand gehad die gezegd dat ze 10 keer hebben meegedaan en nog nooit in de finale zijn beland. En bij jou gebeurt het in 1 keer. Wat denk je dat de magic ingredient is geweest om in de finale te komen? Ik durf het niet zo te zeggen. Tuurlijk wel, je kent je eigen nummer. Ja, dat klopt. Desalniettemin, als je kijkt naar de namen die 10 keer hebben ingestuurd, zijn geen kleine boys. Ja. Dus het is moeilijk voor mij om die afweging te maken van wat zal het verschil zijn. Ja. Ik denk eerder bij mezelf dat ik niet eens had verwacht dat die gekozen zou worden. Vooral dit lied niet. Mm-hmm. Ik had de love song verwacht. Ja, oké. Dus toen je belde met Tampresi, had ik zoiets van... Juist Awansa voor mij, waardoor ik best ontevreden was. Ja. Die gaan jullie kiezen? Ja, maar wij kiezen niet, hè? Dus ik weet niet, het is anoniem. Dus ik weet niet dat dat jouw nummer is. Oh, dat wist ik niet. Anoniem. Dus ik weet niet eens dat je 2 nummers hebt ingegeven. Oh ja, natuurlijk, makes sense, want anders kan je partijdig zijn en al dat soort dingen. Oh, dat is goed om te weten. Ja, dat het zo objectiever aan toe gaat. Ja, en dus ik weet niet eens dat jij een 2e nummer hebt. Gestuurd. Er worden alleen maar de namen worden gelicht van de mensen wiens nummer gekozen is als te zijn het nummer. Ah. Nummer 14, nummer 28, alright. Nummer 63. Ja. En ik zit niet in de jury, dus dat ook nog. Ja. Maar de jury is wel zodanig anoniem. Ik weet niet dat jij een 2e nummer hebt ingestuurd. Dat is goed. Want als jij 2 nummers zou hebben ingestuurd en allebei zijn zeg maar, gekozen tot de 12 finalisten, dan gaan we... moeten kiezen. Nee. We kijken naar de hoogste notering. Als allebei in de finale zouden zijn, dan laten we je kiezen. Want dan is het een beetje, zeggen we van, weet je, een beetje democratisch. Ja, we kunnen natuurlijk nog steeds met de hoogste gaan, maar als allebei in de finale zouden zijn, dan zou je moeten kiezen. Dit wist ik niet. Ja. Goed to know. En we hebben inderdaad dit jaar wel 1 componist gehad die heeft moeten kiezen. Ja, ik hoorde dat. Dat is toch fijn? Ja. Ik ben blij dat ik gevallen ben in deze pot, om het zo te zeggen. Ja. Omdat dit zijn echt big boys. Ja. Dus toen ik die lees zag, dacht ik heb mezelf letterlijk gegooid voor de leeuwen. Oké, maar Tampresi is het dus geworden. Ik weet het niet, want ik zat nogmaals niet in de jury. Maar het nummer is besingt een liefde voor Suriname. Klopt. Ja, toch? Het is een liefdeslied aan Suriname. Aan Suriname. En ik denk dat een hele goede kans zou hebben gehad vanwege het nationalistisch karakter en inderdaad het bezingen van Suriname. Want Suripop wordt veelal alleen maar ballads, alleen maar lobby, tori. Dus dat nationalistisch lied zou waarschijnlijk een reden kunnen zijn geweest. Het kan best, omdat Surinamers behoefte hebben aan liefde voor hun land. Ja. We houden van ons land. Desalniettemin, als je kijkt naar momenten zoals nu, waar er veel verdriet is, veel pijn en wanhoop. Beetje chaos, hebben mensen onrust. Extra behoefte aan onderstrepen hoe belangrijk hun eigen land is voor hun. Ja. Omdat wanneer we praten over dit, dan we maken het persoonlijk naar dat land toe. Dus we zeggen, Sana werede. Nee, desma inakonde werede. Maar Mama Suriname, het land, dat stukje grond, is stabiel, is liefdevol, is pijnloos en geeft continu aan voeding, aan warmte, aan consistentie. Dus wanneer we praten over haar, al geef je ongenoegen, moet je je zinnen het beste formuleren naar waarheid. Dus als je zegt, Mama Suriname is verziekt, is dat niet de waarheid. Suriname is heel gezond. De mensen in het land, die verzieken de situatie. En niet eens allemaal, hè? Want er zijn meer mensen in het land die van het land houden. Dan, en zeggen van, hey, die is naar Mita en Presi,
ten opzichte van de mensen waarvan je zegt... Die waarheid die je spreekt, ja. Dat maakt een bepaalde energie los. Mm-hmm. Dat we allemaal kunnen gebruiken in tijden zoals deze. Ja. En dat is dan precies. Ja. En ik geloof ook wel dat dat de kracht is van het nummer. Dat geloof ik wel. Nogmaals, dat niet in de jury. Maar ik kan me er wel wat bij voorstellen dat extra puntjes heeft opgeleverd. Maar alright. Jij bent juist dat nummer waarvan je had gedacht van oké, deze is moeilijk, juist die komt erin. Hoe voelde je je op dat moment? Toen je dacht van oké, wacht even, dus deze is het en niet die andere? In de waar. Omdat ik echt dacht dat je belde voor het liefdeslied. Ja. Omdat ik mijn hart en ziel daarin had gezet. Ja, oké. Okay. En in deze heb ik geschreven, maar het kwam er maar niet uit zoals ik het wilde. Dus ik heb het geschreven, herschreven. En ik dacht van, weet je, ik laat het los. Ik ga niets meer schrijven, ik ga niets meer uitvegen. Ik laat hem zoals hij is. En als mensen het begrepen of niet begrepen, dan gaan we dan later .55.000. Ik stuur het zo. Okay, dus ik voelde me best. Ik voelde me vereerd. Mm-hmm. Ik dacht, wow. Want de boodschap die ik wil geven. Heel Suriname hoort het nu. Als je naar de independent videomaker gaat. Of een musician. Dan hoort de selecte groep het toch. Op een of andere manier. Maar Suripop. Heel Suriname. En daarbuiten. En dat is meer dan ik kan vragen. Dat is. Voor mij is dat. Een wens dat uitkomt. Ik vind het goddelijk dat ik één boodschap heb en zo mensen mijn oorlogen. Mm-hmm. Oké, okay. Heel erg mooi. Er zat coronatijd in het productieproces. Je hebt gevochten met het lied, zoals je net zei, in het begin, voordat je het instond. Heb je het gevecht door laten gaan toen je eenmaal erin was en je ook nog tijd had om erover na te denken in coronatijd? Heb je ook van de gelegenheid gebruik gemaakt om toch een beetje... te tweaken hier en aan te passen daar? Nee. Nee? Nee, omdat ik best consistent ben met wat ik wil. Als ik zeg, hier stopt het, dan stopt het. Ja. Ik ga er niet aan meer tijd aan besteden. En corona heeft voor mij toch wel een heel ander ding gehad. Ik ben heel gezinsgericht. Ik ben heel familiegericht. Mensen gingen links rechts dood. Ik wilde andere dingen doen met mijn tijd. Omdat je niet wist, de dag van morgen, tot nu toe weten we het niet, maar corona was zo eng, dat het voor mij, mijn hele creativiteit heb ik op de achterbank gezet. Omdat ik alleen wilde zijn met mijn echtgenoot, met mijn kind en de rest van de familie. Ik wilde met hun zijn, ik wilde met hun praten en bezig zijn. En mijn creatieve geest, die heb ik gewoon on hold gezet, omdat ik, het kwam er niet uit. Ja. Het was zo'n chaos. Er was zoveel angst dat ik kon het niet verwoorden, niet in theater, niet in film, maar ook niet in muziek. Ja, dat is een volgende vraag, want jij hebt natuurlijk een achtergrond in theater en in het toneel spelen. Ja. Muziek was voor jou eigenlijk nieuw. Is nieuw. Vergelijk het met theater dat je wel goed kent. Dat is moeilijk. Het is net alsof wanneer je me vraagt welke van die kinderen van je vindt het leukst. Nee, maar luister, muziek is je nieuw kindje. Ja, maar het is nog steeds een kind. Ja. Je moet zien, bij mij, muziek is net het kind dat ik altijd achterwege heb gelaten. Okay. Ik kan het niet verzorgen. De afgelopen 20 jaar van mijn leven was heel intens. Heel persoonlijk intens. Ik heb gezorgd voor 2 familieleden die heel ziek waren. Mijn moeder was psychiatrisch, moest ik voor zorgen. Mijn vader ging plots dood, de zorg kwam op mij. Ik heb 10 jaar voor mijn moeder gezorgd. Ik kon niet doen wat ik wilde, qua theater, film, nog muziek. Dan werd een ander familielid van me ziek. Ik moest dingen verschuiven, ik moest dingen afzeggen, omdat je toch op een gegeven moment kiest voor familie. Ik was in staat dat te doen. Dus ik weet dat ik muziek wil doen. Maar theater en film, vooral theater, die kan ik gemakkelijker in mijn schema passen. En doordat ik niets weet van film, van muziek, alhoewel ik met muziek ben grootgebracht, alles. Maar het is een vak, net als film en theater. Dus ik wilde niet zomaar indulgen in iets waar ik niets van weet. Ik had het liefst nog meer tijd met Ernesto door willen brengen.
meer tijd met andere mensen die weten van muziek, meer tijd met Iwan. Ze ondervragen, zeugen, want dat doe je bij theater. Je zit met de regisseur, je zeugt uit, je stelt de vragen, je durft, het publiek is daar. En dat kon ik nu niet. Want corona, niemand moet zomaar komen, je moet afspraken maken, dit, dat, zo. Het was zo'n angstige omgeving, het was zo gestrest, waardoor ik, doordat ik weet dat ik het moeilijk heb gehad de afgelopen 20 jaar, heb ik me gewoon onttrokken. Ik heb niet meegedaan eraan. Ik ben gewoon thuis gebleven en ik heb gezegd, ik doe niets. Dus als je me vraagt, vergelijk ze, ik zou niet weten hoe. Want het was er altijd. Maar in de badkamer, of in de slaapkamer, waar niemand me hoort, waar niemand me ziet, omdat ik er onzeker over ben. Ja. Want in mijn hoofd is muziek altijd geweest, zingen alleen. Totdat ik met theater begon. En ik had door, muziek is broad. Overal, ja. En ik kan niet zingen, maar ik kan wel schrijven. Want dat doe ik al met de andere vakken in mijn leven. Mm-hmm. Ja. En ik kan schrijven en mensen gaan luisteren daarnaar. Ja. Hoe ben je aan je melodie gekomen? Want dat is natuurlijk los van je geschreven tekst. Ernesto. Oh, oké. Okay. Ernesto, ik mag het dwang op een gegeven moment. Nee, ik kan je niet helpen, je moet een melodie hebben. Nee, Hilke. Nee. Ik had zo de pest aan die nees, want ik kreeg niet vaak nees in mijn leven. En dus hij, nee, ik kan je niet helpen. Nee, je moet het zelf doen. Ik denk, wat een vent is dit. Ik ga andere dingen vragen, hoor. Ik ga zeggen, ik wil hem niet meer. En iets zei me van, maar je wilde toch muziek maken? En nu wordt het moeilijk en you're gonna back down. That's not what we do. That's not how we do it. Dus op een gegeven moment samen heeft hij samen met me gezeten. Toen hij door had, ik ben zenuwachtig erover. Ik heb begeleiding nodig. Toen heeft hij me begeleid. En toen zei hij van, denk, kijk naar je lied en ga in je hoofd. En zo ben ik gekomen op mijn melodie. En ik had het meteen direct. En daaraan hebben we getweekt. Ja. Oké. Heel erg nice. Ik geduld met me gehad. Ja. Met meerdere, zoals we hebben gehoord hier. Oké. Tamprezi, de zanger, de vocalist is Iwan Willemszorg. Ja. Waar heb je Iwan vandaan gehaald voor dit nummer? Via. Je kende hem dus niet? Nee, helemaal niet. Grappig. Ik had Rodney. Ja. Rodney heeft voor me ingezongen om in te sturen. Oh, oké. En toen belde Rodney me. Hij zei, heel Kim, Pramis, Wantrasma, jullie zijn beide. Ik zei hem niet, je hebt gelijk. Dat is niet wat we gaan doen. Je hebt beloofd en belofte maakt schuld. Wees een man van je woord. Oké. Dus de twee nummers van Rodney zijn als het ware doorgekomen. Ja. En die andere persoon al beloofd. Persoon al beloofd. En jou nog niet beloofd. Nee. Ja, oké. Dus ik zei hem van, het is not a question. Je moet doen wat je hebt gezegd dat je gaat doen. Okay. En toen kwam ik bij Waldino. Ze zit allemaal erin. Dus ik heb goede keuzes gemaakt. En bij Waldino en ik klikte het niet op een of andere manier. Ja, toen heb belangrijk. En toen heb ik hem gezegd van, als het niet lukt, dan lukt het niet. Brianna Dissose Lobby. En toen belde ik een vriend van me in alle staten huilen. Niemand wil me niet. Niemand houdt van me niet. Ik wou dat zeggen. Ik kom niet meer. Wat drama. Weet je, ik kan niet optreden, dus precies. Ik moest het ergens zoeken. Ja. En toen, zei hij, bel deze persoon. Misschien wil hij zingen. Ja. En ik belde die persoon. En die persoon zei me, nee, ik wil niet zingen. Maar ik ga je een nummer geven. Hij heet Iwan. Oké. En zo kwam je aan Iwan. En zo kwam maar ik. Maar dingen gebeuren niet zomaar. Iwan was zo belangrijk. Hij heeft zichzelf zo belangrijk gemaakt in het lied. Ja. Hij heeft samen met Ernesto, we hebben echt gezeten en gewerkt. Hij kwam bij me thuis. Hij heeft me kassikken uitgelegd. Hij heeft me urban uitgelegd. Hij heeft me echt genomen zoals ik ben, want ik ben niet de makkelijkste om mee te werken. Suriname heeft een gewoonte van middelmatigheid. Heeft mij nooit gestaan. Ik ga altijd voor 10. Ik doe mee aan Suripop. Ik wil winnen. Al weet ik dat de kans niet daar is dat ik win, I don't care. Omdat het me wel in mijn afgelopen 15 jaar van mijn carrière heeft geleerd. Zodra je gaat voor die 10, ga je 8 scoren of een 7 of een 8 scoren. Maar als je gaat voor die 6, ga je op een 2 eindigen. En die middelmatigheid, ik kan er slecht tegen. Ik wil altijd bovenmaats presteren. Ik wil altijd
uitschieten, ergens opvallen met iets dat ik doe. En Iwan heeft dat begrepen van me en hij heeft zich verweven, kunnen verweven met mijn en zijn doen. En ik moest echt gewend raken aan hem, hoor. Want hij is echt een mannetje, net als Ernesto. Ze zijn echt mannen. En ik ben ook een man, een lopman. Dus, maar we vinden een passie. We vinden een tafra ons doen. En we zijn nu zo. Ik ben echt zo blij met Iwan. Ik ben zo tevreden. Heel goed. We gaan het resultaat zien in Nis op 3 december. Gefeliciteerd. Yay. Geniet van elk moment naar die datum toe, Hilkia. Ja? Dankjewel. Oké, okay. Dat is het gesprek met Hilkia over haar proces. Het tot stand komen van haar nieuwste kind eigenlijk. Yes. Tampresi. Iwan Willemszorg is degene die hem zingt. En Ernesto van Dal is de arrangeur. U mag zelf naar Nis komen en komen kijken wat Hilkia en Iwan ervan zullen maken op het podium van de N3 Nesti Sporthalle 3 december. Dank u wel voor het kijken en tot in Nis. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.